Hoe kort geleden met hem in de rechtszaal gestaan? Klopt. Afgelopen dinsdag en afgelopen donderdag in een bepaalde zaak. En hij was daar inderdaad zonder beveiliging. Ik kwam met de scooter aanrijden, hij met de motor en gewoon in zijn eentje. Ze hebben nog grapjes gemaakt en het is niet zo dat hij zich zorgen leek te maken of wat dan ook. Ja. Hoe kwam dit binnen? Kijk, er zijn veel mensen die denken dat Peter en ik vijanden zijn. We staan weliswaar tegenover elkaar in de rechtszaal. Echt tegenover elkaar. Maar ik heb heel veel respect voor de manier waarop hij dus voor mensen opkomt. Voor hetgeen waar hij voor staat. Een vechtersbaas, daar hou ik van. Dus toen kwam ik binnen. Het heeft me geraakt. En het raakt me nog steeds. Zeker, het heeft me echt geraakt, moet ik zeggen. Geschrokken. Zonder meer. Ja. Gerard Spong, eminence crisis van het vak. Nou ja, ik ben natuurlijk ook geschokt. En ik ken Peter 40 jaar. Heb ook tegenover hem gestaan. We hebben toch wel de degens gekruist. We hebben samen ook een boek geschreven 3 jaar geleden. Maar ik moet wel opmerken dat ik niet helemaal verbaasd ben dat dit gebeurd is. Ook al doet het niets af aan mijn geschoktheid. Maar Peter opereerde natuurlijk wel zijn leven lang in de vurenlinie van het strafrecht. Ja, vrij letterlijk eigenlijk. Ja, letterlijk. En daar lopen doorgaans geen lievertjes rond. Nee, precies. Kees van der Spek, is hij te naïef geweest? Nee, ik denk niet dat dat een goede benaming is. Naïef is niet het woord, denk ik. Hij deed gewoon zijn werk en hij vond dat hij dat moest kunnen doen. En dat hij dat hopelijk nog steeds moet kunnen doen. En hij was gewoon altijd recht door zee. Het is hoe het is en ik meld wat ik weet. En niemand houdt mij daarin tegen. Dat was Peter. Dus dat is niet naïef. Dat is gewoon rechtop. Dat is ook zijn levensmotto. Hè? Dat komt natuurlijk nu een beetje heftig over misschien. Maar zijn levensmotto is beter rechtop leven dan op de knieën. Beter rechtop sterven dan op de knieën leven. Ja. Zo was hij. Het is hoe het is. En dit is wat het is. En als de feiten er zijn, dan meld ik die. Ja. Dank je.